Omdat dit jaar een ontzettend belangrijk jaar is voor WordPress, hebben wij gemeend in onze opening iets meer aandacht te geven aan het feit waarom dit jaar specifiek zo belangrijk is voor WordPress. Er is een project gaande dat eigenlijk de afbeelding geeft eigenlijk een beetje aan waar het naartoe gaat. Er is een project gaande binnen WordPress wat ontzettend veel impact zal gaan hebben voor iedereen. In welke mate dat impact heeft, dat kun je eigenlijk een beetje zelf bepalen. Maar je eindklanten, jezelf, je producten die je bouwt, op basis van WordPress uiteraard, gaan allemaal beïnvloed worden door het project waar we... kijk, Gutenberg, de naam vast wel eens gehoord. Wie heeft wel eens van het project Gutenberg gehoord? Nou, dat is vrij hoog. Dan ga ik de vervolgvraag direct stellen. Wie heeft ook daadwerkelijk de plugin wel eens geïnstalleerd en er echt mee gespeeld? Ja, dat is een stuk minder. Nou zie ik daar een hele rij van mensen van Yoast die keurig de hand opsteken, maar daar is ook een reden voor. Ik had zelf leuk gevonden als het project Koster had gegeten, maar dat is misschien een inside grap die niet iedereen krijgt. Misschien dat de mensen uit Duitsland heel happy zijn met Gutenberg. As a name, because we would prefer to have Koster. It's still up for debate who really was first, but okay. Gutenberg, wat doet het? Voor diegenen die het niet weten. Als je nu naar je website gaat en je voegt content toe, je wijzigt content, je verwijdert content, doe je dat middels een editor. Die editor die heeft nu een officiële naam, die heet TinyMCE. En die kent binnen WordPress een aantal integratielagen. Ja, die editorervaring, de complete editorervaring, maar nog zoveel meer, is wat Gutenberg over gaat nemen. We krijgen dus eigenlijk een editor die ontzettend veel meer kan, die modern is, die in deze tijd staat, die gebouwd is met de nieuwste technologieën, met name ook JavaScript in plaats van PHP gedreven variant. En het is die stap die A dus een enorme grote wijziging heeft in hoe het werkt en B in hoe we daarmee om kunnen gaan. Als ik zeg metaboxes, wie weet wat een metabox is? Ja? Nou, een metabox is een mooi voorbeeld waar je extra data in kwijt kunt die je aan de voorkant van je site perfect kunt gebruiken om extra gegevens te tonen. Ja? Zo wordt die over het algemeen wordt die gebruikt. Gutenberg neemt dat volledig over. Dus als jij je site hebt gebouwd met een Metabox Library plugin, zoals Advanced Custom Fields, dan gaat er nogal wat voor je veranderen. En dat is als developer, maar dat is vooral als eindgebruiker. We zijn hier een redelijke in-crowd. Je doet al iets met WordPress. Je wilt er iets meer van weten. Dus de kans is groot dat je er al enigszins tijd aan energie aan hebt gespendeerd. Maar de eindgebruikers, dus vooral als je sites maakt voor je klanten, die gaan een hele andere ervaring krijgen. Want het ziet er echt anders uit. Nou, wat Gutenberg, wat doet dat? Het geeft vooral, in mijn beleving, en ik werk voor Yoast, en wij als Yoast zeggen vooral ook, het geeft vooral ontzettend veel nieuwe mogelijkheden. Dus je kunt twee dingen manieren kun je naar nieuwe projecten kun je kijken. Het is A, nieuw, eng, hoe. Of je kunt zeggen, hey, wat brengt mij dit? Wat zou ik hiermee kunnen? En wij geloven dat we de laatste stap moeten nemen, omdat dat die er gaat komen, is geen vraag meer. Dat is ook, er is een vraag, ik had het er met Roy vanochtend nog even over. De vraag is wel wanneer die komt en of een datum van 1 april of 1 mei of dat realistisch is. Daar kunnen we het over hebben, want dat is een gesteld doel wat we hebben. Maar zie dat als een iets wat vloeiend is. Laten we zeggen dat er een moment gaat zijn dat die geïntroduceerd gaat worden en dat we dan naar integraties gaan kijken. Van hoe brengen we wat nu een plugin is als een vast onderdeel van WordPress. Nou, die discussie, dat is een separate discussie waar ik met name jullie vandaag
aandacht naar wil laten richten is, wat is dan die editor? Nou, dat ziet er eigenlijk, als je hem opent, ik weet niet hoe scherp de afbeelding is, maar dit is Gutenberg. Als je zegt nieuw pagina, nieuw bericht, dit is wat je ziet. En ik hoef niet uit te leggen dat dit er volledig anders uitziet dan wat je nu gewend bent. Het is wat vaag, maar waar de muis staat, daar staat de tekst insert block. En dat gaat je standaardhandeling zijn. Met een maar. Want als jij zegt van ik wil gewoon in die editor en ik wil gewoon typen, dan ga je in die editor en dan ga je gewoon typen. Dat werkt ook. TinyMC zoals je het nu kent, ik zal niet zeggen dat dat letterlijk hetzelfde werkt, maar tekst toevoegen werkt gewoon op de standaard manier. Dus we worden er sowieso niet slechter op. Het verandert wel, maar we worden er niet slechter op. Sterker nog, het wordt er enorm beter op. Want, ik zie dat de volgende. Dit is een voorbeeld van een standaard stukje tekst, waarin wij als Yoast hebben nagedacht, hoe kun je dan integreren? Ja, voor wie heeft wel eens van de Yoast SEO plugin gehoord? Ja, gelukkig, gelukkig. Wat die plugin doet is die kijkt naar je content en die helpt je mee te bepalen of je content ook geoptimaliseerder zou kunnen. Als je nu bekijkt dat we nou naar de editor zoals die er nu is gewoon één bak met data hebben. In die ene bak, daar moeten we wat over gaan vinden. Dan kun je je voorstellen dat als we het als blokken kunnen benoemen, en dan mag je dat letterlijk zien als dat de bovenste alinea en de onderste alinea zijn twee separate blokken. Dus als je een analyse kunt doen over één groot blok, of je kunt het per blok doen, dan snap je dat je veel gerichter aan kunt geven of iets werkt of niet. Of je goed hebt geschreven, of je zinnen kort genoeg zijn, als ze leesbaar genoeg zijn, of je te veel je passieve tekst gebruikt, stem gebruikt, al dat soort zaken kun je op een veel kleiner niveau kun je fine-tunen. Dus wij zien dus vanuit Yoast SEO daar ook heel veel mogelijkheden voor. Alles wat je nu als metabox hebt voor Yoast SEO, de plugin. Dit is nog geen definitieve versie hoe die eruit gaat zien, maar je kunt je voorstellen dat alles wat je aan de rechterkant ziet nu, is waar de meterbox komt te staan. En dat is niet enkel de Yoast SEO meterbox, die kunt je ook voorstellen dat de velden die je definieert met ACF of met CMB2 of wat voor oplossing of gewoon native meterboxes die je hebt geprogrammeerd in je thema of in je plugin, dat die op deze manier aan de rechterkant altijd beschikbaar zijn. En dat geeft een hele andere ervaring. Het betekent in ieder geval dat elke tutorial die er nu is over hoe voeg ik tekst toe, op zijn minst al veranderd moet worden. Dus als je documentatie voor je klanten schrijft, dat is het onderste level waar je je wijzigingen al moet doorvoeren. Alle onderdelen die je als content nu toe kunt voegen in TinyMC, dus gewoon je standaard editor. Nou, waar hebben we het over? Wat kunnen we toevoegen? We kunnen tekst toevoegen. We kunnen afbeeldingen toevoegen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een tweet van iemand. Wat via OEmbed wordt die automatisch getoond. YouTube-filmpjes. Nou, en je snapt hem al. Ik kan een hele lange rij benoemen van elementen die je nu toevoegt. Daar hebben wij onze standaard editor voor. Of we weten, knip, plak, YouTube-URL'tje. Ik sla hem op en hij staat. Ja, wat doet Gutenberg hier anders in? De nieuwe editor zal in principe zeggen, alles wat jij neerzet is een blok. Dat betekent als jij zegt van ik wil een foto toevoegen, een afbeelding, die kun je gewoon toevoegen. Dat is al een insert blok zoals je die eerder zag. Die krijg je op dezelfde manier als je daarop klikt, krijg je keurig te zien wat je opties zijn, wat je mogelijkheden zijn. En dat betekent dat je als bouwer ook veel meer mogelijkheden tot je beschikking krijgt om je editor te verrijken. Met andere woorden, stel je voor dat je voor je klant
een call-to-action button hebt, die voor de klant specifieke dingen kan roepen wanneer daar een actie is waar hij wat mee wil doen. Dat kun je eenvoudig omzetten in plaats van dat je daar een hele complexe shortcode van maakt die de klant 9 van de 10 keer vergeet wat hij daar precies mee moest doen. Bouw je hem om naar een Gutenberg-blok en kun je je shortcode dus volledig weglaten en kun je overgaan naar een Gutenberg-blok. En in dat blok, op het moment dat je klikt van voeg toe, kun je daar je opties definiëren. Met andere woorden, je zou kunnen denken aan dat je call to actions, je verschillende kleuren in kwijt kunt. Je kunt zeggen, mijn call to action gaat naar een, in dit geval is de uitgaande link is naar mijn e-mail provider, of maillijst, naar MailChimp of naar Aweber of whatever. Maar je zou ook kunnen zetten van, ik heb een stijlelement erbij. Ik wil deze variant wil ik een mooie borderline onder hebben, 5 pixels breed en klaar. De volgende wil ik hem eigenlijk helemaal eromheen. En bij de andere variant wil ik de hele kleur anders hebben. Al dat soort mogelijkheden, maar als je na gaat denken hoe je dat met shortcodes moest oplossen, gaan we nu eigenlijk naar een periode toe waarin we kunnen zeggen, we kunnen daar veel beter en veel klantvriendelijker oplossingen voor bouwen. Dus dat zijn kansen die wij zien. Wat kan er breken? Wat kan er kapot gaan? Heel veel, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een editor zoals die er nu uitziet. En je kijkt bijvoorbeeld wat je onder tools terugvindt. Dit is een integratie met volgens mij de local plugin van Yoast SEO. Opening hours, address, kaart. Dat zijn elementen die heb je toegevoegd. Die heb je beschikbaar in je site. En die kun je per post kun je die invoegen. Nou, dat soort dingen gaan dus niet meer op deze manier werken. Yoast SEO voegt nu rechts readability, needs improvement of SEO not available, want je hebt je focus keyword nog niet gedefinieerd, noem het maar. En dit is vanuit het perspectief van Yoast SEO plugin, maar je kunt je voorstellen, en je hebt vast je een aantal klantensites of je eigen site vast wel eens gezien dat links en rechts, boven en rond de editor staan best wel wat opties, mogelijkheden om jouw ervaring completer te maken. Ja, dat zijn dingen die allemaal anders gaan worden. Want we gaan helemaal terug naar, ik laat hem nog één keer zien, een hele simpele basisinterpretatie. Dit zijn een aantal issues die er nu zijn, die worden opgelost, die zijn op de radar. Extensibility wil zeggen, hoe kunnen we Gutenberg, het voorbeeld wat ik gaf met zo'n call-to-action blok die je zou kunnen definiëren. Hoe doen we dat? Nou, dat op zich zijn daar al een aantal frameworks voor beschikbaar. Waar je al heel leuk mee kunt spelen om te kijken wat je allemaal extra kunt toevoegen en hoe je het toe kunt voegen. Accessibility is een aandachtspunt. Usability, dus de gebruikersvriendelijkheid. Hoe logisch is iets? Ik was in december was ik in Nashville op WordCamp US. En daar werden mensen gevraagd om, vooral mensen die nog nooit überhaupt Gutenberg als plugin hadden geïnstalleerd, die werden gevraagd van, hier is een laptop, hier is met een site erop, en maken ze wat aan, kijk eens hoe het werkt. Met andere woorden, hoe logisch is het voor ons om iets nieuws te doen in die editor? En daar zijn nog best wel een paar dingen die daarin verbeterd moeten worden. Want niet iedereen vindt het logisch om volgende regel, enter, ga ik nou wel of niet een blanco regel krijgen? Ja, in Tiny MC is dat de vraag altijd. Hè? Moet ik nou 2 enters doen? Of wacht even, ik ga eerst even kijken. Oh nee, nog niet goed. Oké, doe maar een breakline, want dan weet ik zeker dat ik hem... Dat soort zaken gaan allemaal anders werken in Gutenberg. En als je met ervaring van Tiny MCE 1-op-1 overgaat naar Gutenberg, dan ga je, daar zit een discrepantie tussen. Dan gaan dingen gewoon niet helemaal soepel. Backwards compatibility is dus een enorm ding, want dit is toch echt wel de vraag. Wat gebeurt er met mijn metaboxes? Denk aan WooCommerce. Dat is een hele uitgebreide metabox plugin die eronder zit. Denk aan elke evenement plugin. Denk aan elke vorm van extra soort content die er te bedenken valt. Die hebben allemaal een extra iets wat ze toevoegen aan de editor.
En ja, dat maakt dat daar gewoon heel veel aandacht naar moet gaan om dat soepel over te laten gaan. Ja, misschien denk je in je achterhoofd al van, oké, interessant, geen ontkomen aan, laat ik er dan ook maar eens naar kijken. Dus wat kun je doen? Nou, de allerbelangrijkste is dit. Testen. En met testen bedoelen we eigenlijk installeren op een nieuwe site, maar installeer hem ook vooral op bestaande sites. Kijk wat er gebeurt. Werkt alles zoals je het verwacht? Misschien heb je heel veel diepe integraties heb je, waarvan je eigenlijk niet helemaal zeker weet of dat wel goed gaat in zo'n nieuwe context. Nou, dat zijn de dingen die je nu al kunt gaan testen. En in dat je die testen doet, is het ontzettend fijn dat je je feedback deelt met het project. Het project, hoor je mij zeggen? Ja, want er is op GitHub een project dat heet, je gelooft het niet, Gutenberg. En daarin kun je issues aanmaken. En dan kun je gewoon, wat je ook maar tegenkomt, is van belang dat we weten. Want hoe meer issues we tegenkomen, ja, je kunt zeggen, het is nog niet af, of het is nog niet klaar, of het zit niet goed in elkaar. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik kan je vertellen dat er duizenden ontwikkeluren al ingestopt zijn, omdat die editor-ervaring gewoon zo groot is. Er is zoveel wat daarop inhaakt, dat je gewoon heel lang al moet gaan testen. Nou, wat kunnen we doen daar? Vooral je eigen issues die je tegenkomt in de bestaande sites, in sites die je voor klanten ontwikkelt. Als je regelmatig blogt, ik raad het je aan om in ieder geval af en toe, want de huidige plugin Gutenberg, als je die downloadt en installeert, kun je in principe per bericht kun je bepalen of je gebruik maakt van Gutenberg of niet. He, nu is dat optioneel. Dat gaat natuurlijk een keer alleen maar Gutenberg worden. Als je klanten hebt die zeggen van nou, dat willen we absoluut niet. Er gaat een hele lange tijd de Classic Editor gaat beschikbaar blijven. Maar je weet dat je naar Gutenberg moet gaan op een gegeven moment. Dus advies van de Vries, ga daar zoveel mogelijk mee testen. Want het gaat gewoon, je gaat gewoon issues tegenkomen. Omdat de complexiteit en de mogelijkheden die er zijn in hoe we met die editor omgaan, die zijn gewoon te groot. En daarnaast, vertel meer mensen hiervan. Spread the word. Begin met integreren. Vraag om help. Ja, er is een website die daar speciaal voor is. Als je zegt van nou, die issues, dat schrikt mij wat af. Ik wil er niet zo gelijk al in knallen. Mag ik het wat rustiger aandoen? Dat mag. En deze lijst wordt, sowieso publiceer ik deze slide waarin je al deze linkjes kunt terugvinden. Hier staan een aantal interessante links die je ontzettend veel inhoud zullen gaan geven over wat er al, wat je er nu al over kunt vinden. Het meest belangrijke is bovenaan WordPress.org/Gutenberg. Daar vind je eigenlijk het begin. Daar wordt het uitgelegd, waar kun je zijn, wat kun je dit doen. Dus eigenlijk de tekstversie van wat ik nu met hele mooie plaatjes liet zien, vind je daar. Matthias Ventura is degene die de lead is. Hij is degene die het project heeft opgestart binnen het WordPress project. En hij is degene die heel lang het gezicht is geweest. Ondertussen zijn er veel meer mensen die aan bijdragen, maar hij heeft er zeker, sowieso heeft hij daar een aantal leuke demos ook staan. Er zijn ook video's van, waarvan ik de bovenste meer als de onderste wil aanraden. Morten heeft een hele interessante presentatie gegeven op WordCamp US, waarin hij alle kansen, mogelijkheden, apen en beren, noem ze maar, met betrekking tot de nieuwe editor heel uitvoerig heeft behandeld. En hij laat je vooral ook zien hoe je dat kunt omdraaien naar kansen, naar opties, naar mogelijkheden.
Want je kunt naar iets nieuws kijken, nogmaals, als iets engs, maar het is ook onvermijdelijk. Dus het is in mijn beleving gezonder om naar te kijken van wat kan het me brengen. Ja, dat is wat mij betreft wat ik graag jullie mee wil geven. Dus wat Gutenberg betreft, ik weet niet of daar vragen over zijn of nieuwsgierigheden al. We hebben tot kwart over, Leo, hè, als ik goed heb. Ja, dus er is nog wat ruimte voor vragen. Ik weet dat het vroeg in de ochtend is, maar als ik hier sta, kunnen jullie vragen stellen, denk ik dan. Ja. Ik vraag me dan af hoe dat geïnteresseerd gaat worden. Dat er wel een mogelijkheid bij bestaat dat je bijvoorbeeld de oude manier kan gebruiken. Dat lijkt me wel een probleem. Dus op een gegeven moment allerlei websites van bedrijven niet goed meer werken. Ja. Ja. De vraag is in hoeverre gaan we kijken naar of wanneer het geïntroduceerd wordt, of we daar ook een soort van mechanismen hebben dat het niet gelijk maakt dat alle sites gaan breken. Zoals het nu staat gaan we werken met een opt-in. Met andere woorden, de editor is beschikbaar. Als je een nieuwe site maakt, is die standaard geactiveerd. Dat is from scratch, dus dat zou in principe geen issues moeten zijn. Je kunt hem nog steeds dan uitzetten. Bestaande sites, zoals er nu naar wordt gekeken, krijg je de mogelijkheid om te upgraden. Dus je kunt A aanzetten en wanneer je hem aanzet, gaat er eigenlijk een proces dat al je bestaande posts geconverteerd worden naar het Gutenberg formaat in de database. Eens dat is gebeurd, zou het in principe goed moeten zijn. En ik zeg zou het, dat heeft te maken met hoe testen we, hoeveel mensen gaan meehelpen, hoe compleet kunnen we de testprocedure maken. Als je iets weet van software release namen, we zitten technisch gezien nog niet eens op een fatsoenlijke alpha. We zitten nog echt bleeding. En dan komen we in een alpha gebied, dat is zeg maar opwerkend naar de beta, dat we zeggen van nu begint die productie rijp te worden. En in die beta hebben we een aantal beta's. Dan komen we bij de release candidates. En wanneer de laatste release candidate is geweest, dan weten we eigenlijk dat we geen blocking issues meer hebben. En dat zal het moment zijn dat er een nieuwe versie van WordPress gaat komen. Want we zijn nu op 4.9.4 en WordPress 5.0, voor symbolische redenen, wordt geïntroduceerd met Gutenberg. En of het dan nog Gutenberg heet, is dan ook nog een vraag. Het is gewoon een nieuwe editor in principe. Maar dat zijn wel dingen waar rekening mee wordt gehouden. Het is niet zo dat we zeggen van... Kijk, een van de redenen dat WordPress groot is geworden in de afgelopen jaren is dat WordPress rekening houdt met wat we noemen backwards compatibility. Dat betekent dat ik heb een aantal hele oude klanten. Ik denk de oudste is 8 jaar geleden. Daar heb ik toen een thema en een plugin voor gemaakt voor een aantal dingen die die klant wilde. Dat draait nu nog steeds. Ja, dat principe, dat niks gaat breken als er een nieuwe versie komt, dat staat heel hoog in het vaandel van WordPress. Dus hier is heel veel aandacht voor. Wat niet wil zeggen dat we nog steeds jullie nodig hebben als testers. Michelle. Is er een voorlopige verwachting van wanneer het gaat? En hoe kan je, als je zegt, je hebt eigenlijk ieders hulp nodig, hè? WordPress heeft ieders hulp nodig. Ja. Hoe kan je dan helpen met testen? Waar moet je zijn? Waar moet je aan? Heeft iedereen haar vraag gehoord? Want voor mij klinkt het als is de akoestiek goed om het te horen. Er is een release datum. Zoals ze dat Engels zo mooi zeggen, tentatively. Neergezet van april, mei. Nou, in mijn beleving is dat niet realistisch. Daar zit een stukje politiek ook achter. En ik kan je daar geen hard antwoord op geven. Mijn verwachting is dat we eind mei of april, mei, dat we het officiële merge proposal gaan zien. En het merge proposal is eigenlijk dat we zeggen we gaan van alpha naar beta. Testen. Ja, in principe is de GitHub repository voor Gutenberg, github.com/wordpress/Gutenberg, dat is de plek waar je kunt testen, waar je bevindingen van je testen kwijt kunt. En waar test je? Nou ja, dat kan in je local development site, dat kan op je productiesite, dat kan je, ja, hoe avontuurlijk voel je jezelf, zeg maar. Wat
Wat is volgens jou de belangrijkste reden dat WordPress het Gutenberg project gestart is? Waarom doen ze dit? De belangrijkste reden. Je mag hem meer noemen. Ja, ik zie het een beetje zo. Als we kijken naar WordPress als project, dan weten we dat er een aantal componenten zijn die niet super van de laatste tijd zijn. Het feit dat we een PHP-versie 5.2.whatever nog steeds ondersteunen, is iets wat mij persoonlijk heel erg stoort. En ik ken daar ook een groep mensen waarvan ik zeker weet dat die er ook heel erg van zijn. Van, kunnen we ook alsjeblieft niet naar 5.6 als minimale ondergrens? Want dan hebben we namespace en dan hebben we ingebouwde caching al en weet ik veel wat. Wat nog veel liever 7.0, want zoveel sneller al. Wat Gutenberg doet, is het dwingt ons om een aantal processen te gaan verbeteren. En je ziet ook dat backwards compatibility, de mogelijkheid om de switch naar een hogere PHP-versie, wordt ook wat meer gedwongen door een project als Gutenberg. Dat is niet de reden waarom het is begonnen, maar het is wel een hele belangrijke die we mee moeten nemen. Maar de reden dat we zijn begonnen is, denk ik, omdat de huidige editor, 13 jaar oud is? En vanuit een heel ander paradigma is neergezet. En als je kijkt naar de andere moderne CMS'en en applicaties die er zijn, die hebben veel slimmere editors. En ik denk op een gegeven moment dat Matt Mullenweg, de medeoprichter van WordPress, heeft daar de keuze in genomen. Dit is het moment nu dat we onze volle aandacht op een nieuwe editor gaan zetten. Waarom? Omdat ik denk dat hij wel realiseert dat de integratie van zo'n nieuwe editor zoveel meer met zich meebrengt. Niet alleen een fijnere gebruikerservaring, maar ook dat het gewoon het hele project meer mee gaat trekken naar een modernere tijd. Kijk je naar Wix, kijk je naar Squarespace en weet ik veel wat. Die hebben ook betere editors dan de WordPress editor. Ik denk dat het daar het grootste deel van de antwoord zit. Ja. Denk je ook dat het einde is van andere visuele editors? Ik denk dat we een heel eind gaan in die richting, ja. Ja, er zijn een heel grote groep mensen die altijd graag text-based editor wil gebruiken. Klaar. Maar de visuele editor, as we know it, bestaat niet meer, nee. Nee, dat gaat anders. Of wat visual composer of zo zal einde worden. Ja, nou dan heb je het over een specifieke een soort page builder-achtige oplossing. Ja, ik denk als je nu als bedrijf een page builder hebt, en dat is je hoofdproduct, en je gaat nu niet mee in Gutenberg, heb je een probleem, maar dan ben je over 2 jaar niet meer relevant. Visual Composer, in mijn persoonlijke beleving, is ongeveer de allerslechte versie die er is van een page builder. Echter, ze hebben het licht gezien. Dus niet zonder reden dat ze nu onder een nieuwe naam werken. En ze haken ook in op wat Gutenberg te bieden heeft. Dus ik heb goede hoop dat ook die page builder plugin een hele goede verrijking op Gutenberg gaat zijn. En Gutenberg is een begin, hè. Als je je content kunt met blokken en afbeeldingen en noem het maar kunt opbouwen. Hè, voorheen had je zeg maar, ik maak een frontpage. Nou ja, wat heb je? Ik pak een aantal widgets en ik pak hier wat in en daar wat in en zo bouw ik mijn frontpage op. Ja, dat kan straks met Gutenberg, kan je gewoon in de editor doen. En wat blijft dan nog over? Je widget areas onderin misschien en je footer en je header en je navigatie. Ja, dat is wat een page builder plugin, zoals bijvoorbeeld Beaver Builder of Elementor, wat de twee betere zijn, zich heel erg bewust van zijn. Daar zit hun meerwaarde. Dus daar gaat wel een hele grote switch in zijn. Geen vragen meer? Oké, dan wens ik jullie bij deze een hele fijne vervolgdag. Ja, dat was hem. Ja.